Mijn naam is Jordi en leuk dat je kijkt naar RoJo Vlogs. Hey YouTube vrienden, welkom bij een nieuwe video. Voordat we deze video beginnen wil ik jullie even vragen om te abonneren. Ik ben druk op weg naar de 100 abonnees. Dit was nog een hele prestatie om het aantal abonnees die ik nu heb te krijgen. Maar 100 zou echt geweldig zijn. Dus ik vraag jullie om dat te doen. Hier beneden kan dat. Op het abonneerknopje. Vandaag in deze video gaan wij weer mensen bellen. En niet zomaar mensen. Nee, het wordt weer een marktplaatsvideo. Maar dit keer, zoals ik de vorige keer al zei, gaan we bedrijven bellen die op marktplaats zitten. Ik vind dat bedrijven niet op marktplaats horen. Marktplaats is gewoon voor mensen die hun tweedehands spullen willen verkopen. En bedrijven maken daar tegenwoordig heel veel reclame op. En dat is gewoon vervelend. Dus laten wij ze gewoon even gaan pesten. Ik begin gewoon meteen maar met zoeken. Marktplaatsapp. Dus niks handiger als de Marktplaatsapp als je op Marktplaats wil. Dat is zo. Nou, ik heb een leuke camera gevonden. Bij cameraland.nl. Ik maak wel even reclame voor ze, dat zo aardig ben ik dan ook wel weer. Het is deze camera geworden. Ik weet niet, ik denk dat ik er ooit op gezocht heb dat hij daarom nou in beeld is. Ga scherp stellen. Nee, hij wil niet. Maar in ieder geval, het is mijn vlogcamera. Die nou weer uitgaat. En hier gaat staan. Dus, we gaan even bellen en dan horen we wel. Oh, nu gaan we naar de website. Ho, ho, ja, daar gaan we. Welkom bij Cameraland. Om je snel met de juiste afdeling te verbinden, volgt nu een keuzemenu. Goedemorgen, Cameraland. Ik spreek met Remco. Waarmee kan ik u helpen? Hallo, ik zag een advertentie van een camera op Marktplaats en daar zou ik graag wat willen bieden. Nou, wat heeft u gezien voor moois? Ik zag een Nikon Coolpix A900 zwart digitaal compact camera. Oké. Help met je meekijken. Heb ik hem nog? Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Of help voor de zekerheid even naar de kast toe. Ja. Maar ja, marktplaatsadvertenties zijn niet altijd actueel met datgene wat er op de website gebeurt natuurlijk. Dus ja. Ah, oké. Ja. Daar zit wel eens verschil tussen helaas. Of helaas, ja, dat is ja, inherent aan het een en het ander. Ja. Wat ik nou zeggen, ik heb hem niet gezien. Ik ga je ook teleurstellen. Ik heb geen A900 tweedehands meer staan. Oh, dat is jammer. Nee, dat is hartstikke zonde. Ja, maar... Je zoekt zo'n soort camera zoek je. Ja, maar dit die ik zag volgens mij was er nieuw. Ik zag niks over tweedehands staan op Marktplaats. Oké. Zal ik even. Dit geloof ik allemaal wel. Deze heb ik even nodig. Anton 900. Hallo, werk gewoon even. €339. Ja. Ja, ik zag hem op. Ja, dat is een nieuwe. Ik zag hem op Marktplaats staan, dus ik dacht, bij Marktplaats kan je bieden, dus dan dacht ik, ik bel even om een bot uit te brengen. Ja. Wat had je in gedachten? Nou, als die nieuw is, dan heb ik er wel 300 voor over natuurlijk. Zal ik eens kijken. Nou, dus het blijft altijd heel lastig hoor, zeker ook met dat soort dingen. Oh, dat is jammer. Dat is heel spijtig, dat is absoluut zo. Ja. Maar ja, zeker weer nieuwe producten en ik snap hoor, de mensen zeggen van ja, weet je, marktplaats is, nou ja, weet je, dat jongens, dan kun je ook door een stukje bieden. Ja, dat is correct. Ja. Nou is het met adverteren van nieuwe spullen, is het gewoon al heel lastig. Het is voor ons een extra advertentiekanaal natuurlijk tegenwoordig geworden. om te laten zien van ja jongens, dat hebben we, hey, dat heb ik te bieden. Maar ik kan je helaas dan maar niet helpen. Oh, nou dat is heel jammer. Ja, kijk, ja. Nou ja, dat is redelijk, dat wat ik zei, 6 euro, dat is ja. Wat het is. Nou ja, dan kun je wel heel lief 39 euro gaan uitdelen, maar ja, dat is niet de meest slimme zet. Nee. En je ziet het ook in het prijsniveau, als je in een kieskeurig bijvoorbeeld kijkt, hij kost door het hele land heen 3,39. Ja, dan heb je de rek er wel uit. Ja, nee. Want wat we wel altijd doen is dat we pakketten aanbieden, hè. Dus dat je zegt, wij spreken van een reservevacuum, een tasje en een geheugenkaart heb ik ook nou nog bij het toestel. Daar geven ze dan ook wel wat extra korting overheen. Ja, precies, dat wel op die manier. Nou oké, nou dan ga ik even denken en verder kijken. Nou ja, en als je vragen hebt of wat dan ook, of je bent in de buurt van Alkmaar, ben altijd van harte welkom. Helpen we je graag verder. Nou, dankjewel. Oké. In ieder geval bedankt voor het belletje en een hele fijne dag. Ja hoor, dankjewel. Dag. Oké, dag. Hai. Oké. Hij zegt dus, had ik niet verwacht trouwens, omdat het op Marktplaats is en je belt dan via Marktplaats en je zegt het woordje Marktplaats. Ja, hij zei ja, op Marktplaats willen mensen graag bieden, dus dat, ja, dat zou kunnen. Dus ik had in principe gewoon kunnen bieden, dat heb ik ook gedaan. 300 was dan weer te weinig, dat is dan ook wel weer de grap. Ja, wel apart dus. Je kan gewoon bieden als je belt. Ja, met je telefoon naar de Marktplaats. Ja, apart. Ik denk dat we er gewoon nog even eentje gaan bellen. Verbonden met cameraland.nl. Heeft u een vraag over de voorraad, uw bestelling? Je zag dat ze 200 kosten. Ik ga 150, 120 bieden. Vind ik wel een mooie prijs. Oh, ik kies 1 dan denk ik. Ik weet het niet. Ik kies 1. Hallo met Joop, ik heb even een vraagje. Ik zag een advertentie van jullie op Marktplaats staan. En ik zou daar graag op willen bieden. Bieden is eigenlijk niet mogelijk helaas. Het meestal wat van ons op Marktplaats staat is een linkje naar onze site toe. Waar eigenlijk allemaal nieuwe producten staan. Oh. En open boek staan. Oh ja, want ik dacht Marktplaats, dat is echt om te bieden en tweedehands dingen en zo. Ja, inderdaad dus wel tweedehands, maar we hanteren helaas geen biedingen, sorry. Oh, nou dat vind ik dan wel een beetje apart. Ja. Oké. Nou, raar dan. Ik dacht Marktplaats was echt voor ja, tweedehands biedingen en dat soort dingen, maar... Nou, excuus voor het ongemak in ieder geval. Ja, nou, oké. Nou, dankjewel. Ja, wens ik je nog een fijne dag verder. Ja, oké, hoi. Hoi. Oh, daar konden we dus niet op bieden. Dan hebben we weer een studiolamp en die wordt verkocht bij Tic-tic. Ah, daar ben ik wel mee bekend. Voor mij komt mijn computer en die hangt eigenlijk. Gaan we even gewoon een kijkje in de keuken nemen bij Jordi. Nou, jullie weten hoe het eruit ziet als jullie mijn vorige video's gezien hebben. Maar ik heb dus een ja, ophangsysteem, zodat ja, ligt lekker veel troep kan je er dan onder leggen. Ik moet nog even opruimen, daar ben ik me van bewust. Maar ja, ze hangen en dan gaan we even langs de lamp door de woonkamer. Poes kijken. Hallo poeser. Hoi. Dikkopie. Ja, kriebelen, daar doen we het allemaal voor. Ze mag gekriebeld worden. En jij? Wil jij ook gekriebeld worden? Oh, je gaat er ook al voor liggen, soort van. Hé, hey. Je gaat er al een soort van liggen. Lekker man. Hé, hey. Lekker man. Dik op. Nog steeds een kapje om, hè. Ze loopt de hele tijd te krabben en dan loopt ze hierboven alles open te krabben. En we hebben al speciaal voer geprobeerd. En we hebben al een speciaal prikje geprobeerd. Maar we denken dat het een tik is. Dat ze het daarom gewoon doet. Ja, dan ben je even lelijk hè. Ja, pak je moment hoor. Pak je moment maar even. Zeg maar hallo. Stel dat je lelijk is. Wel abonneren zeg maar. Kijk dan. Je kan toch gewoon abonneren. Zo schattig. Als jullie abonneren komt Liv vaker in beeld. Nou, geweldig. Doei, ik moet even weer verder. Nou, maar ik wou jullie dus laten zien. Microfoon. Maar ja, daar hangt hij dus aan. Nou, die komt als goed is bij Tic-tic vandaan. Wordt vanuit Duitsland verzonden. Ik ga jullie even weer op het statief zetten. En ik draai het scherm weer even. Prima, Tic-tic van hallo. Hallo. Hallo? Je spreekt Dutch? Wat? Ik vroeg toch gewoon, spreekt hij Dutch? Dutch, Nederlands. Mijn Engels is echt slecht. Maar ze hangt op wat. Maar het is wel, het is een Duits bedrijf dus. Ze sprak Duits. Doei. Oké. Hang even lekker op. Oké, mensen. Conclusie. Tic-tic. Slechte service. Niet bestellen. Je wordt zo opgehangen als je vraagt of ze Nederlands praat. Ga dan niet lekker op een Nederlandse site staan als je niet Nederlands bedrijf bent. Misschien wel een Nederlandse klantenservice, maar nee, niet, want dan nam een Duitser op. En Duits is iets wat ik al helemaal niet kan. Nou, weet je wat ik ga doen? Ik weet niet of Coolblue adverteert, maar ik ga gewoon kutbedrijf eens even bellen. En dan gaan we eens even weer flink irriteren, wat ik de afgelopen periode zeker wel gedaan heb, want ik was het niet mee eens. Ja, het stond gewoon niet in het mailtje dat er eigen risico's aan verbonden waren. Ik heb het hele mailtje voorgelegd, met een jurist doorgenomen, zegt ze, ja, ze mogen geen geld ervoor vragen, want het heeft nergens gestaan. Ja, op de site. Maar ja, dan moet er een linkje verwijzen meteen naar die pagina en dat is dus niet gebeurd. Ja, jullie kunnen het nog goed maken, stort het geld gewoon even terug. En zolang ja, noem ik jullie een kutbedrijf. Dit is tegen mijn gewoontes in dat ik Coolblue bel of iets bestel bij hun. Doe het nooit, kutservice. Bestellen en betalen, nee, ik wil de klanten zeggen, jongen, onoverzichtelijke kutsite is het. En we hebben telefoonnummer. Oh nee, niet eens. Bereikbaarheid, openingstijden, klantenservice. Tot maandag. Ja, jongen. Afwijking, openingstijden, klantenservice. Dat hoef ik allemaal niet. Ik wil gewoon een telefoonnummer. Hoe moeilijk kan het wezen, want een kutsite is daar. Kutbedrijf. Welkom bij Coolblue. Je heet kutbedrijf. Kutbedrijf heet je. Toets 1. Vieze oplichters zijn het. Voor je product? Toets 2. Werkt je product niet? Wil je deze terugsturen? Of heb je vragen over de status van je retourzending of reparatie? Reparatie? Nou, niks gerepareerd. Wel geld vragen. Terwijl er nergens gestaan heeft. Specialisten. Mooi. Dit gesprek kan worden opgenomen voor trainingsdoeleinden. Oh, dan hoop ik dat ze die volgende op... Wil je tijdens het wachten? Toets 1. Opgenomen. Nee, ik hoef dat... Geen muziek. Nee, 2. Wat is dit? Hoor. Wist je dat je ons ook op Facebook kan bereiken? Ja, leuk voor je. /kutbedrijf. Waarom doet hij dit? Oh, we zijn echt slecht voor elkaar hoor. Kutbedrijf, ja. Er zijn nog 4 wachtende voor je. Oh, fucking lange klantensurf zo. Nou, gaan we even ditje doen. One hour later. Hey, goedemorgen, met Wouter van Coolblue. Waarmee kan ik je helpen? Hallo, met Joop. Ik wil eerst even zeggen dat ik heel lang in de wacht heb gestaan. Ik weet niet of dat tegenwoordig normaal is bij Coolblue, maar... Ah, kijk, en hoe lang heb je ongeveer in de wacht gestaan, denk je? Nou, even kijken. Ik denk toch wel een ruime 10 minuten. 10 minuten? Oké, ja, dat is wel wat lang, want op het moment de wachtrij zijn 3 minuten. Dan gaat ergens iets in het telefoonsysteem fout. Ah. Met T6. Maar dan ga ik dat even terugkoppelen aan de mensen die erover gaan. Maar ik heb je nu aan de lijn, dus ik ga je helpen. Vertel. Ja, ik had een vraag. Ik zag een advertentie op Marktplaats staan van jullie. En ik zou er graag op willen bieden. Kijk, ik ga gelijk met je meekijken. Kan je mij vertellen welke advertentie je hebt zien staan? Van een Nikon Coolpix A900. Nikon A900, uitstekend. Dan ga ik die gelijk erbij pakken. En dat is die waarschijnlijk van €259, klopt dat? Wat zei je? Dat is die van €259, of heb je een ander model gezien? Meerdere hoor. Hij zat rond de 300 nog wat. 300? Ik heb inderdaad wel meerdere varianten. 330. 313, of 330, nou kijk. Volledig nieuw staat, ja exact. Ja. Dan gaf je aan joh, je wilt erop bieden, dan gaf je aan hè? Ja, want het is via Marktplaats. Ik dacht nou, via Marktplaats kan je mooi bieden, dus dan ja, bel ik eens. Exact, exact. Maar helaas moet ik eerlijk zeggen, hij staat wel op Marktplaats. Gewoon als tweede kans advertentie. Enkel de prijs die erbij staat, dat is wel de prijs waarvoor de deur uitgaat. Dus wij hebben niet echt een prijsonderhandeling erin zitten. Oh, dat is jammer. Dus dat blijft wel 313. Ja, nou, dat is dan raar dat het dan op Marktplaats staat. Of ligt dat dan aan mij dat ik het raar vind? Want Marktplaats is in mijn ogen altijd het, ja, het platform voor tweedehands biedingsspullen. Exact, nee, maar je hoeft niet per se een bieding advertentie te hebben op Marktplaats. Dus wat dat betreft is, heeft deze gewoon een vaste prijs. Oké. Nou, dan weet ik voldoende. Nou, kijk, geen probleem. Hey, is dan verder iets anders wat ik voor je kan doen? Nee hoor, dit was het. Nou, goed, dan wil ik niet hartelijk dank voor het bellen en verder een hele fijne dag te wensen. Ja hoor, tot ziens, dag. Hi. Haha, klootzakken. Hij wist het wel mooi te vertellen, hè. Ongelooflijk. Wat een kloojo's. Nou ja, dit was ook meteen het laatste bedrijf. Het is leuk geweest. Ik zit alweer een uur achter de camera. Dus ja, dit was de video. Vonden jullie hem leuk? Vergeet vooral dan niet dat blauwe duimpje omhoog te doen. Op Marktplaats te kijken voor tweedehands spullen. Niet bij Coolblue te bestellen. Te abonneren hier beneden. Camera's kopen die automatisch scherp stellen, zoals die van mij. Dit is soms wat lang. Ja, nou gewoon het hele riedeltje. Vergeet niet te abonneren, blauw duimpje omhoog doen. Volgende week weer te kijken, want dan zijn we er weer om 4 uur op vrijdag. Mensen, ik check jullie. Laters.